Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal. Ik ben Timo en vandaag speel ik Farming Simulator 2019. Ik kan je namelijk laten zien hoe je paarden koopt en verzorgt. Hopelijk vinden jullie het leuk. Ik heb even een nieuwe wereld aangemaakt om te laten zien hoe je het doet. Daarvoor ga ik even een veld kopen. En zet ik er een paardenweide op. Ik ga ineens ook even een watertank kopen. En nu ga ik een pick-up. Een trailer, een paardentrailer kopen. Ga ik een paard kopen. Hier kan je paarden kopen en verkopen. Even naar de paarden gaan. Je kan kiezen uit een grijs paard, een bruin-wit, een beige, een rood-bruin, een bruin, een zwart of een donkerbruin en een lichtbruin. Ik ga voor een donkerbruin paard gaan. Nu ga ik het paard op de paardenweide zetten. Dan ga ik even de trailer en de pick-up aan de kant zetten. Dan ga ik een tractor kopen. Met een voorlader op. Paarden eten haver, daardoor ga ik even een haverbiegbak kopen. Ik ga er 3 kopen. Ik ga ook even een watertank kopen, om water in te vervoeren.
Dan neem ik ook de watertank mee. Ik ga het paard even eten geven. Nu ga ik even water halen. Dat is genoeg. Paard heeft ook stro nodig. Daardoor ga ik even een stroverspreider kopen. Een balen stro. Ik ga er 2 ik ga deze eerst even naar de paardenweide brengen en dan kom ik terug. Dan ga ik een andere vork erop hangen. Je kan het paard ook een naam geven, daarvoor ga je naar dieren en dan kan je een andere naam pakken. Ik vind Tornado wel een goede naam, maar je kan ook een andere naam nemen en duw je op bevestigen en dan heeft hij een nieuwe naam. Hier kan je allemaal zien wat hij nodig heeft. Water, subiet komt er nog stro en deze is haver, dat is op zich wel genoeg voor 1 dag en hooi. Nu ga ik even een nieuwe vork kopen. Een walenspies.
Nu die er even in doen. Even draaien. Voilà, zo heeft hij stro genoeg. Je moet ook elke dag gaan rijden met je paard. En zo upgrade je paard eigenlijk. En dan is de eindwaarde veel groter. Want nu kost, allee, als je het paard nu verkoopt, dan krijg je 2973 euro. En door elke dag te rijden kom je hier tot 100% en gaat er elke dag meer geld bij. Daarom ga ik nu even rijden. Je kan het paard ook achteruit laten lopen. En ook laten wandelen.
En zo moet je elke dag met je paard gaan wandelen om te upgraden. Voilà. Dit is allemaal nodig om een paard te kweken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.